Ik wacht gewoon even af. Ik had haar gezegd namelijk dat ik wel een middel op het vuur had gevraagd. Dus ik hoop dat ik nog een keer weer zoek. Ja. Ik heb mij ook een beeldje. Hoi. Goed. Mooi, hè? Ja, geweldig. Ja. Mooi, dat is zo... Ze weet niks. Ik zit Bram in gesprek. Ik vind het allemaal zo spannend. Ja, dat is voor de gemeente ook. Goedemiddag. Nou jongens, wat ja. 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 Ik zal mijn kind aangeven. Nee, maar nee. Nou, dat mag hoor. Moeten we ergens heen? Naar boven. Ja, naar boven. Ja, ik wil een hand geven. Dit is de, ja. Oh, Marieke, goed weer van boven. Dag Marieke, hallo. Oh, gezellig. Ja, dat is de... Ja, ik heb ook juist gelezen, ja. Klopt, ja. Ja. Oké. Dan gaan wij denk ik maar naar boven. Ja. 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 Gezellig. Ja. 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 Wat is oh ja, dat maar boven de tweede verdieping waar we dan nog niet is klaar. Dus is dat de bedoeling? Ja. Zoals het er bovenuit ziet, is de bedoeling. Ja, dus no. Dat zo wordt het hier beneden. Ja, hier okay. Beneden komt de bibliotheek. Oh. Je moet je voorstellen, hier, daar was vroeger de trouwzaal en hier was een grote ruimte die overdag altijd leeg was. Ja. En het was altijd heel stil. En nu komt de bibliotheek komt erin. En hier komt de VVV en er komt Karin, de dienstverlener komt erbij in. De domein, komt de woningbouwvereniging, de politie komt hier beneden. Dus het wordt hier straks een hele gezellige drukke. Ja. Dus daar moet nog heel wat voor gebeuren. In een gezellige, drukke toestand in een strakke omgeving. Juist. Dat is mooi. En het moet voor kerst af zijn. Zo. Moet. 2 januari. Tuurlijk. 2 januari. Succes. Nee, tuurlijk. Ja. Positief. Ik ga erop overgaan. Ja, ik ga mee. Hi, oma. Ja. Jij staat om je heen te kijken, wat moet ik allemaal? Maar als jij nou even hier wil staan, zo, ja, hier Karin, zo, en dan kom jij bij mij in het midden. En dan pak ik er van alles bij. Want het is, moet je even kijken hoor, want ik moet even binnen. Even. Marieke, sorry, ik was je naam even kwijt. Marieke, het is allemaal jouw schuld. Ja, dat is duidelijk, hè? Want het is vandaag de dag van de mantelzorg. Dat is toevallig, maar ook wel weer leuk. Dat op diezelfde dag dan ook de mantelzorg awards worden uitgereikt. Alleen, de dag van de mantelzorg gaat eigenlijk alleen maar over mantelzorgers. Hè? Dus de mensen die echt verzorgen en doen en zo. En de mantelzorg award is juist bestemd voor mensen die goed werk verrichten voor een mantelzorg. Waarin mantelzorger wat aan heeft, waar die steun aan heeft, waardoor die geholpen wordt. Waarbij die zegt van nou,
dat is nou iemand die begrijpt nu in welke situatie ik zit. En daar wil ik iemand echt voor nomineren. Nou, er zijn honderden nominaties geweest. We hebben hier een stukje jury. Die heeft ze allemaal, zeg ja? Ja. Allemaal doorgelezen. Er werd een selectie gemaakt van 50 uiteindelijk, hè? Een selectie van 50. En dat werden er uiteindelijk weer 10. Nou, dat weet jij. Je bent genomineerd geweest geworden. Nou, dat we hier met z'n allen hier staan en dat de taart is, is het niet omdat je hebt verloren. Laten we daar duidelijk in zijn. maar zo is het wel. Natuurlijk wel even wat gaat het? Moeten we stoelen? Ja, als je flauw valt is zo rommelig. Okay. Nou ja, goed. Ik wil, voordat ik de dames allebei iets ga vragen, vraag ik nog even aan de organisatie zelf of jullie ook iets wilden zeggen. Want ik heb het woord genomen, terwijl jij ook heel graag wat wil zeggen. Nou. Voordat we naar grotere momenten gaan, een diepgang, doe jij iets algemeens. Ja, dat doen we. Zullen we dat doen? Ja, want... Wij hebben vorig jaar, en wij zijn Cora Postma, Mario Brands en ik, vorig jaar hebben we deze award in het leven geroepen omdat wij wilden laten zien, wij zijn zelf ook mantelzorger, wij wilden graag laten zien wat ons nou hielp. Want we vonden dat er zoveel voor ons bedacht werd. En we dachten eigenlijk moeten mensen zelf aangeven wat nou helpend is. En daar zijn die awards mee begonnen. En wij merken dat het enorm veel doet, niet alleen... voor degene die hem wint, maar ook voor degene die iemand kan nomineren en daarmee de waardering uitspreken van joh, jij doet iets extra's voor mij of iets heel belangrijks. En ik denk dat ik dat kan weten, omdat als je weet hoe belangrijk het kan zijn dat zorg goed geregeld is in je gezin, dan gebeurt er wat. Dus wij zijn ook eigenlijk als organisatie ontzettend blij en we hoopten er al zo op dat er een ambtenaar bij zou zitten. Oh, echt? Ja, en ik zal je ook vertellen waarom. Het is natuurlijk wel heel erg, of iemand van de gemeente, laat ik het zo zeggen. En want het is heel erg vaak dat wij negatieve verhalen horen over wat er allemaal fout gaat en wat er allemaal niet goed gaat. Maar wij vinden het juist zo belangrijk dat de mensen die het wel goed doen ook een podium krijgen. In al die vakbladen en in al die, in alle omgevingen, waardoor je kan laten zien, kijk, als je het zo doet... dan gaat het wel goed. En ik ben dus heel blij wat dat betreft dat jij zo iemand bent geworden. En ik kan je ook verzekeren dat de vakpers al staat te trappelen. Dus komt er nog wat achteraan. Ja, dat hoort erbij. Het feit, ja, als je een award wil winnen, dan hoort er nog wat achteraan. Je mag nog bij. Dus... Dus dat wat betreft, volgend jaar willen we die awards graag lokaal gaan organiseren. En ik roep nu al hier in de zaal mensen op, mantelzorgers vooral. Ga dit nou met een aantal mensen oppakken en ga het organiseren, want het is hartstikke leuk. En je daagt organisaties uit om het beter voor je te doen. Nou, hoe mooi is dat? Daarmee sluit ik mijn stukje af en kan iedereen gewoon weer helemaal verder gaan. Ja, maar op een dag als dit, dankjewel Annette, jawel. En het is heel mooi dat er zo'n gezicht is. Mario en Annette die echt vormgegeven hebben aan die mantelzorg awards. Die nu zeg maar groots en landelijk dan zeg maar door een tour worden uitgereikt. Maar wat jij zegt, vanaf volgend jaar wat lokaler gaat gebeuren. Dat moeten eigenlijk de lintjes zijn in november. Maar dan in een andere vorm, want niet op je jas. Maar gewoon, dit is hem dan, de award. Dat moet het gaan worden. Nou, ik heb nog een spreker. Als je wil zitten, gaat het nog? Ja, het gaat. Ik heb nog een spreker die wil spreken voordat wij zelf gaan spreken. En dat is de wethouder Jan-Martin van Rees. Daar is hij dan. Karin, ik ben ongelooflijk trots op jou. Ik vind het echt heel erg leuk dat Karin is genomineerd als ambtenaar. En ik zie dat als een nominatie voor het hele team. Want ons hele team is echt heel erg aan het werken op dezelfde manier. We willen mensen verder helpen. We willen zorgen dat mensen in hun kracht komen. Nou, en dat jij gewoon hebt, Karin, dat vind ik zo super mooi. Afgelopen vrijdag nog. Amsterdam, dat was ook hartstikke leuk. Dat jij op deze manier werkt. Nou, en weet je, ik zou alles kunnen gaan vertellen, maar volgens mij kan Marieke, of pak ik dan jouw tekst weg, het beste uitleggen waarom ze jou genomineerd heeft. Nou, dat gaat ze zo doen. Maar ik denk, wat Marieke straks gaat vertellen, dat zijn de verhalen die ik als wethouder gewoon heel graag wil horen. En waar ik zo trots op ben dat die verhalen hier worden verteld. En een dorp
als losser hier grootsing kan zijn, dat vind ik echt schitterend. Dus ik hoop dat we zo doorgaan met werken en dat we misschien al volgend jaar opnieuw worden genomineerd. Dat zou helemaal mooi zijn. Maar hartstikke gefeliciteerd. Ik heb een cadeautje voor je. Oh, oh, oh. Ja, heel klein cadeautje lijkt het, maar het is zo leuk dat je bent genomineerd. En je bent heel bedreven in je werk, je bent bedreven bij de mensen waar je voor werkt. Maar dan is het misschien ook een keer tijd om met je man samen uit eten te gaan. Oh. Oh. Hartelijk dank, wat lief. Oh, en stralend ook, en trots ook. Ik zie de trots. Ik ben echt trots. Apentrots, ja. Zeker. Ja. Nou, maak open. Wij allemaal ja, trouwens. Iedereen hier is trots. Ja, we weten eigenlijk al, het klonk als een eetbom, maar misschien is de ring. Ik weet het niet. Moeten ze het toch even zeker weten, allemaal. Hè? Ja. Ik denk het wel. Ja, die eetbom, wat heerlijk. Lekker maar lekker uit eten. Maar goed, inderdaad. Marieke, jij gaat vertellen waarom jij genomineerd hebt. Waarom is zij opgevallen tussen al die genomineerden? Dat weet jij. Vertel het maar. Karin is gewoon Karin. Die komt bij je thuis. Die kijkt wat is er nodig. Je luistert. Maar laat jezelf de regie houden. Ze komt met een plan. Ik heb dit in gedachten en dat in gedachten. Is dat wat? Past het bij de jongens? Ik heb twee jongens met autisme. Ik loop tegen... Hoe oud zijn die jongens? 15 en 12. En ik loop tegen een heleboel bureaucratie aan, yes. Behalve... om de jongens thuis kunnen houden, thuis op kunnen voeden. Dat mijn man en ik blijven staan. En ja, ze zeggen ze mooi in onze kracht staan, maar dat kunnen wij mede door Karin en door het team van Karin. En ik ben heel blij dat ze het gewonnen heeft. Ze verdient het gewoon. Ik krijg een complimentje terug. Niet alleen de... Het is de kern van die mantelzorg awards. Dat jij als mantelzorg, want je zorgt zo hard voor je gezin, voor je kinderen. Dat doe je uit liefde. En dat doe je in een soort van stilte, zeg ik altijd, als uit een soort van zelfsprekendheid, maar het is al zo zwaar. En als je dan te maken hebt met zoveel regels en alles rond de zorgen, en je vindt iemand die zo bij je past en die jou optilt en je leven kan laten leiden, toch nog wel hè, een beetje lekker als gezin zijnde, nou dan snap ik jouw stralendheid. Ja, dit is dus waarom jij bent genomineerd en waarom iedereen hier zo trots op je is. En jij bent het voorbeeld en gaat het hopelijk voor velen zijn. En jij gaat hem dus ook krijgen. Dit is de award. Ik had hem vandaag ook eerst gezien. Ik denk, wat is het nou? Het is een soort golf waarbij er wat poppetjes staan die ondersteund worden. Het is gemaakt. Ik ga het nu. Wacht, dat is niet zo goed. Ik denk, hou het vast, maar dat moet ik officieel doen. Het is gemaakt door. Dan moet ik even kijken. Door een kunstenares. Dat staat er weer net even onhandig op. Dit is weer even heel handig wat ik doe. En niemand helpt mij. Merken jullie dat? Ja. Alle mensen zitten die het weten. Ja, zie jij wel. Ja. Jij kan niet lezen. Nou, mevrouw Nieke. Die heeft er iets mee bedoeld. Ieder levert zijn eigen specifieke bijdrage aan het geheel. Dat is wel mooi. Dat staat wel op jou. Door die specifieke inzet blijven we op de voorste golf. Dus jij zorgt ervoor dat zij op de voorste golf blijft en de gezin gewoon lekker kan draaien. En daar heb jij een grote bijdrage in geleverd en dat lever je nog steeds. Dus daar gaat hij dan. Dit is hem dan, de award. We gaan hem samen overhandigen, vind je niet? Nou zijn hier, dit is heel professioneel gedaan, het is kosten nog moeite gespaard, mensen met confetti kanonnen. Die moeten op tijd af. Even kijken, Karin, Peppe. Ja. Peppe, op nul gaan we schieten, ja? Niet recht op je moeder, want het is niet in de lucht. Daar gaat. 3, 2, 1, de man. Maar ik wil toch nog even, want je award is binnen en hier heb ik zo'n prachtig juryrapport. Ik doe een klein stukje eruit.
Nog eens even kijken. De jury is bijzonder onder de indruk hoe Karin de zorg voor kinderen zo helpt in te richten dat de kinderen van Marieke thuis kunnen blijven wonen en zich zo goed verder kunnen ontwikkelen. Ze heeft daarbij oog voor totale context van gezin, school en ontwikkeling. Ze helpt met aandacht en verdiept zich in de mensen en de situatie. Met durf en betrokkenheid kleurt ze buiten de lijntjes. Dat ondersteunt en helpt mensen te vertrouwen in hun eigen kracht. In een steeds veranderd werkveld is dat zeker niet eenvoudig. Toch laat Karin zien hoe ze uitgaat van dat wat mensen nodig hebben. Luisterend en rechtvaardig. De jury vindt Karin daarmee ook een uitstekend en groot voorbeeld voor gemeenteambtenaren en professionals die in de nieuwe wereld van decentralisatie en participatie goed willen doen. Zo. Dit is het juryrapport. En het is allemaal. Wil je nog iets zeggen of ben je sprakeloos? Tuurlijk, ik ben ambtenaar, ik kan dat. Neem ik je bloemen en dan geef ik jou de microfoon. Mooi. Ik weet niet zo goed wat ik moet zeggen. Dankjewel allemaal. Ik ben zeer verrast. En ook erg beduust eigenlijk nog steeds een beetje. Ik wil jullie bedanken voor het opgeven. Maar nogmaals, weet je, ik doe het met mijn team, met mijn leidinggevende, met alle mensen hier om me heen. Dus die eer vind ik eigenlijk voor ons allemaal. Dat is wat ik wil zeggen. En dat is ook zo leuk, Karin, het is voor jou een soort van zelfsprekendheid, maar dat is het niet. En dat is best mooi of voor ons, fijn dat wij er even wel bij stilstaan dat jij iets bijzonders doet. En een voorbeeld bent voor velen. Dus nogmaals hartelijk dank. Enorm verdient je award, zegt het voort. En er is een feestje voor je georganiseerd, dus geniet daarvan. Een groot applaus voor ze. Ik ben hier.